Mijn toetsweek komt weer aan. Puur uit zelfmedelijden omring ik mij met chipjes, cola, frikandelbroodjes, noem maar op. Gewoon om na 10 minuten weer in mijn winterslaap te zakken. De vraag van vandaag, hoe snack ik gezond? Vandaag staan we bij Hogeschool van Hal Larenstein en ik heb een student gevonden die mij gaat uitleggen hoe je gezond moet snacken. Hoi, ik ben Jorik. Wij gaan snacken vandaag samen. Ja, dat klopt. Ik ben een student voedingsmiddelentechnologie en wij hebben een pannenkoekenmix ontwikkeld. En die gaan we vandaag maken. Dus kom maar mee. Jorik, wij gaan pannenkoeken bakken. Ja, klopt. En wat is er zo anders aan deze pannenkoek dan aan een normale pannenkoek? Dit is een pannenkoek, alleen hierbij zit groentepoeder in de pannenkoekenmix. Dus hierbij krijg je een pannenkoekenmix met broccoli, spinazie en wortelpoeder. Okay. Dus er zitten veel meer vezels, vitamine en mineralen in de pannenkoekenmix. Jij studeert voedingsmiddelen en technologie hier. En wat houdt het allemaal precies in, die opleiding? Okay, we hebben heel veel verschillende vakken, zoals microbiologie, chemie, productontwikkeling, ondernemerschap, marketing. En eigenlijk alles wat met de voedingsmiddelenindustrie te maken heeft, dat leer je op deze opleiding. Dus met deze opleiding kan je echt alle soorten beroepen doen, als het maar te maken hebt met de voedingsindustrie. Dus je kan marketing gaan doen uiteindelijk, of je kan productontwikkeling gaan doen. Je kan gaan ondernemen met deze opleiding, of gewoon op een laboratorium gaan werken. Het is echt net wat je zelf wil. 100 gram melk. Ja. En mag dan wel nu 110. Wil je de melk even openmaken voor mij? Natuurlijk. Mijn lieftallige assistent. ik heb 160 nu erin zitten. We gaan kijken wat die doet. Oké, top. En hoe is het hier om op school te zitten? Op school is het weer heel goed. Dus het is een hele persoonlijke opleiding. En je zit heel dicht bij Arnhem. En Arnhem is gewoon een grote stad met heel veel studenten en een goed uitgaansleven. Dus het is een leuke locatie hier. Waar wil je producten hebben later? Wij willen het graag in kleine supermarktketens hebben. Mm-hmm. En we willen het ook online gaan verkopen. Dus we zijn ook bezig met onze website en een webshop. Ja. Zo, netjes. En waarom heb je voor zo'n precies deze studie gekozen? Ik kom vanuit de chemie. Yeah. Dus ik heb hiervoor een chemieopleiding gedaan en daarna... Daar zag ik gewoon dat in de voedingsmiddelenindustrie veel vergrijzing is. Mm-hmm. Veel vraag naar voedingsmiddelentechnologen. En ik vind het gewoon heel erg interessant om met voeding bezig te zijn. En deze opleiding heeft eigenlijk alles. Nou, volgens mij is die finito. Zo. Top. Mooi? Ja. Top. Wil je hem proeven? Ja, ik ben benieuwd. Daar ligt de stek. Dus... Zet deze even vast. Yes. Ga ik je weer voeren hoor. Ja, ik kan. Dat is wel een beetje heet, denk ik. Ja, dankjewel. Heet? Perfect. Hoe vind je hem? Als ik in de supermarkt loop, zie ik dan producten van jullie liggen of is dat nog niet zover? Die kans is groot dat je producten ziet van studenten die van deze opleiding afkomen. Mm. Want studenten die werken bij van allerlei grote bedrijven. Mm. Dus het kan maar zo zijn dat het ijsje wat je aan het eten bent vanavond, dat is ontwikkeld door een student van Hal Larenstein. Wat moet je allemaal kunnen om hier binnen te komen? Je moet dus in ieder geval wiskunde en scheikunde in je pakket hebben. En verder kan je eigenlijk echt alle kanten op binnen deze opleiding. Want je hebt natuurlijk de technische vakken, zoals microbiologie, scheikunde, procestechnologie. Maar je hebt ook echt development vakken, dus creatieve vakken, marketing, finance. Dus je kan echt na deze opleiding alle kanten op. Dus als jij het commerciële deel leuk vindt, dan kan je het commerciële deel van de food in. Als jij van gezondheid houdt, kan je gezondheid in. En als jij het leuk vindt om creatief bezig te zijn, dan kan je productontwikkeling gaan doen. Ik heb mijn nieuwe comfort food wel ontdekt. Groentepannenkoeken, niet per se fitco-proof, maar beter dan chips. Vind je het nou allemaal interessant? Check dan de website van Hogeschool van Hal Larenstein voor meer informatie over al deze studies. Ik check jullie later.